Bart van Engen, de transferperiode zit erop. Dat moet een lichtelijke opluchting met zich meebrengen, denk ik. Ja, dat is een prima gevoel, ja. Ja, het was erg druk de afgelopen dagen. Dus, Hoe druk? Nou, je bent wel. Kijk, uiteindelijk zie je ook in de persverklaring dat er niet zo heel veel veranderd is. Maar je bent wel continu aan het kijken dat als er iets veranderd is, dat we hebben een doel en we willen promoveren. Dat je wel goed voorbereid bent om daar goed opvolging aan te geven. Dus daar ben je druk mee. Uiteindelijk zijn Alireza en Conboy gebleven. Verrast dat jou een klein beetje? Nee, eigenlijk niet. Nee, want wij hadden heel goed in ons hoofd tegen welke voorwaarden en hoe we dat voor ons zagen. En op een gegeven moment zie je die markt zich ontwikkelen. En vorige week was er best wel dominante interesse, vooral voor Ali. Voor Kevin is het redelijk rustig gebleven. Dus dan zie je vanzelf al dat je er niet meer van uitgaat dat er nog een tweede bot of een derde bot komt. Van welke clubs is die interesse voor Conboy en Alireza uiteindelijk het meest concreet geweest? Nou, Heerenveen en Groningen, hè, dus dat klopt voor Ali. We hebben ook nog op het laatste wat buitenlandse interesse gekregen. Maar dat is dan op zo'n laat moment dat je je af moet vragen wat je daar nou precies mee wil. Voor Kevin is er door de loop van het seizoen zijn er wat clubs geweest die hem bekeken hebben. En we hebben eigenlijk formeel maar één huuraanbieding gekregen. Ja, en dat is voor ons niet de route. Dan hebben we liever dat hij hier in ons elftal speelt en dat hij ons helpt bij ons doel. En wij begrijpen ook best wel dat het voor die jongens eventjes een zure appel is. Maar we zullen er alles aan doen om ze, en ik hoop de supporters ook, om ze weer te omarmen. Om ervoor te zorgen dat we ja, met z'n allen veel punten gaan pakken. Nou heeft Alireza al vaker gezegd dat hij dat niet heel erg zou vinden als dat zou moeten zijn. Conboy heeft wel aangegeven dat hij eigenlijk liever echt weg zou willen. Voor hem is het denk ik misschien nog wel een zuurdere appel. Ja, maar goed, weet je, uiteindelijk hebben wij van meet af aan aangegeven, 3 maanden geleden, als je weg wil hier, dan ligt die verantwoordelijkheid bij jezelf. Wij zijn blij dat de jongens blijven. We zijn blij dat Rens hier voetbalt, dat Kevin hier voetbalt, dat Ali hier voetbalt. We gaan er alles aan doen om de jongens te faciliteren om succesvol te zijn samen met dit team, om ons doel te halen. En ze voetballen natuurlijk ook voor hun verdere carrière, hè? Want er is ook nog een leven na dit seizoen. Er is uiteindelijk nog één speler bijgekomen vorige week, Anthony Limbombe. Er zouden meer spelers komen, was de verwachting. Die zijn uiteindelijk niet gekomen. Is dat misgelopen of heb je daar helemaal niet meer over nagedacht? Was dat niet meer nodig? Nou, kijk, je bent naar de breedte van je groep aan het kijken. En wat zou je dan nog wensen? Hè? We hebben eigenlijk gezegd van als er nu nog iemand vertrekt, dan gaan we daarvoor een opvolger halen. Dus we hadden wel namen voor bijvoorbeeld Ali, voor Kevin klaarstaan. Maar uiteindelijk hebben we besloten na het verhuren van Lasse dat het voor ons is. Uiteindelijk in die laatste 5, 6, 7 uur kwamen er nog wel 2 kandidaten voorbij. Vooral in de verdediging centraal. Maar niet bekeken. Hè? Dus niet door het hele technische hart bekeken en beoordeeld. Ja, dat vind ik onverantwoord. We hebben 3 maanden geleden gezegd dat we dat op een bepaalde manier een proces doen. En daar houden we aan vast. Deze ploeg kan kampioen worden? Deze ploeg kan zeker kampioen worden. Ja. Deze ploeg moet kampioen worden? Nou ja, de verwachtingen zijn hoog gespannen. En als ik nu eventjes zo... Ik ga niet over de opstelling, daar gaat de trainer over. Maar als ik kijk waar deze selectie uit bestaat en ik zie ons spelen, dan maakt mij dat ook trots. Ja. Cool.